Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 3 juli. Moeilijke keuzes maken. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Hebreeën 4, vers 15. Want de hoge priester die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Het is belangrijk om de juiste keuzes te maken, vooral te midden van leed, ontmoediging, frustratie en verwarring, wanneer het juiste kiezen een moeilijke keuze is. Wanneer dingen stressvol zijn, zijn we van nature geneigd om de weg van de minste weerstand te kiezen. Maar dat zijn juist die momenten waarin het maken van de juiste keuze het grootste verschil kan betekenen. Want om goede resultaten te oogsten in je leven, moet je het juiste doen, ook als je er geen zin in hebt. Het verbaast me steeds opnieuw dat Jezus precies weet hoe wij ons voelen. Toen hij mens werd, werd hij net als wij in elk opzicht op de proef gesteld. Hij wilde soms ook opgeven en de makkelijke weg kiezen, maar hij overwon en nam de moeilijke beslissingen. Wanneer we vermoeid raken en wankelen in onze vastberadenheid, kunnen we met vertrouwen weten dat we een God dienen die weet waar we doorheen gaan. Hij wil ons helpen en zijn genade geven, zodat we de moeilijke keuzes niet in ons eentje hoeven te maken. Wanneer je gestrest bent of op het punt staat om op te geven, onthoud dan dat God met je is en je begrijpt. Vind de kracht om de moeilijke keuzes in Hem te maken. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik ben zo blij en dankbaar dat u alles waar ik doorheen ga en mee worstel begrijpt. Als ik word verleid om de weg van de minste weerstand te kiezen, vind ik mijn kracht in u om de moeilijke keuzes te maken. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.